Lieden zonder contract, Christophe Dox. Christophe, Stagecoach staat er goed voor, denk ik, dit seizoen. Voor jou persoonlijk, wat is een mooi seizoen voor jou? Ja, ik denk, ik kom nu stilletjes aan op het einde van mijn actieve carrière, denk ik. Ouderdomsdeken? Ja, ik denk ouderdomsdeken van de ploeg, ja. 29 jaar ondertussen. Dus ik denk inderdaad dat vooral de bedoeling is van de ploeg, of de jongere man in de ploeg, iets bij te brengen. En als ik daar een paar overwinningen binnen de ploeg mee... als er resulteert een paar overwinningen binnen de ploeg, dan is het altijd leuk van ploegmaats. Overwinningen voor jouzelf? Dat zou leuk meegenomen zijn, maar ik denk dat het even leuk is als er andere ploegmaats een overwinning op hun naam kunnen schrijven. Er moet gewerkt worden aan een sprinttrein, een spurttrein, heb ik gehoord. Want je hebt wel spurters in huis, denk ik. Hè? Ja, ik denk dat we zeker wat mannen met veel kracht in de ploeg hebben. Sowieso Brent, man met, ja, dat je eigenlijk niet kapot krijgt op het einde van een koers, dat zeker mogelijkheden heeft om een massasprint te winnen. Vince, ik denk de snelste man van heel het peloton. Alleen zijn positie soms, hè? Ja, ik denk dat hij vooral moet werken aan zijn vertrouwen op de fiets. Het durven zich in gaatjes wringen. Hij heeft ons beloofd te presteren, hè? Ja, ik denk, Vince heeft dat zeker in hem. En ik denk dat dat een kwestie van vertrouwen is. Als we dat een paar keer kunnen opzetten, dat we echt een treintje kunnen opzetten voor Vince, dat dat geleidelijk aan moet groeien. En dan zit die resultaat er zeker in voor hem. Wanneer is jouw seizoen geslaagd? Goh, één overwinning zou mooi zijn. En ik denk dat ik even blij ga zijn als er iemand anders van de ploeg een overwinning behaalt, dat ik daar actief aan heb bijgedragen. Waar moet die overwinning dan plaatsvinden voor jou? voor mij persoonlijk zou dat het mooiste zijn op PK, in eigen huis eigenlijk, op 5 kilometer van mijn deur. En dat is in? Sinterlijne Waver, onze lieve vrouw Waver. Oké, dus tegen het Mechelse. Tegen het Mechelse, inderdaad. Train je daar ook persoonlijk? Ja, uiteraard. Ik heb daar, waar het parcours plaatsvindt, heb ik op school gezeten. Ik passeer daar quasi elke training. Dus sowieso is dat mooi meegenomen om daar een keer ook te kunnen koersen voor eigen volk. Ja. Als ouderdomsdeken van Stagecoach Team, je hebt de ploeg ook zien evolueren. Welke eigenschappen heeft de ploeg verloren of gewonnen? Ik denk dat de ploeg een heel sterke familiale band heeft en dat dat ook de ploeg zo sterk maakt dat we echt een groep vrienden zijn die er allemaal voor elkaar willen vechten. En dat dat ook in de koers tot uiting komt. Dat je ziet dat iedereen wel de zin heeft om zich echt leeg te rijden voor iemand anders in de ploeg. En dat dat dan ook tot goede resultaten leidt. Wat heeft de ploeg verloren? Ik denk dat we daar niet al te veel... Of daar kan ik niet direct iets op bedenken. Wat kan er nog verbeterd worden, jij als standbeeldhouder hier? Ik denk dat de ploeg vooral moet focussen op het behouden van die familiale sfeer. En dat ook echt hetgeen is wat de ploeg zo sterk maakt. Dus ik weet niet of daar zo heel veel aan moet verbeterd worden. We moeten een onderscheid maken tussen het niveau, het topniveau van op Belgische schaal, zal ik zeggen. En de echte familiale ploegen die dat daar heel dicht tegenaan leunen. En ik denk dat wij daar wel bij mogen gerekend worden. En als je net op dat niveau heel mooie uitslagen kunt rijden, dan denk ik dat je heel goed bezig bent als ploeg. Tot wanneer ga je zelf door tot als renner? Ik neem het nu van jaar tot jaar. Oké, veel succes dit jaar alvast. Dank je wel.